Goedemorgen. Nou, mini workout. Super handig als de katten constant naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten, naar binnen, naar buiten, naar buiten willen. Nou, kom dan. Koffie. Heb jij alweer de tweede? Ik moet nog beginnen aan mijn eerste. Het is meer dat bijna werd een beetje meer. Ik hou van gloeiend heet. En hij werd minder heet, dus ik giet er even bij om weer heet te waren. Ah, oké. Okay. Why you hate it? Dat was niet zo. Nee. Dat is de oudste witte t-shirt wat ik heb aan. Hij is helemaal grijs. Hij heeft ook van die vieze plekken hier. Lekker is. Dat is echt. Dit shirt kan je echt niet meer aan gewoon. Ik heb hem alleen voor onderdingen. Oké, dan mag het. Dat is een goede tip. Goede tip, Max. Lekker duurzaam. Nou, hey, mooi haakje. Ik spuug een bastonje op je arm. Ja. Ik ben bezig met een merk. Die hadden mij benaderd om te gaan samenwerken. En ik stel dan altijd wel wat vragen. Want ik kon niet genoeg over duurzaamheid vinden op hun website. En, kun je zeggen dat het een meubelproducent of sorts is? Ja, het, is een, het gaat om een meubel. Mm-hmm. En op zich klonk het echt heel erg leuk. En ze zijn dus helemaal met duurzaamheid bezig en zo. Maar ja, ik kan het dan niet laten om dus toch wel wat vragen te stellen. Dus ik krijg nu de antwoorden daarop. Hoe duurzaam zijn de materialen? Duurzaam. Dan wel. Dan is het goed. Ja. Worden de duurzaam geproduceerd? Ja, elk onderdeel wordt duurzaam geproduceerd. Oh, dat is mooi. Ja. Waar worden de producten geproduceerd? Is het Trump Industries? Tremendously duurzaam. Nou, waar worden de producten in geproduceerd? Deze informatie wordt niet gedeeld. Door wie worden de producten geproduceerd? Deze informatie wordt niet gedeeld. Nou ja, dus en nog wat vragen à la dit. Nou ja, dan gaat het gewoon niet door. Nou, ik vind het wel echt een goed lesje voor duurzaam influencer. Ja. Juist de vraag gesteld. Daar krijg je dan echt sketchy antwoorden op. Ja, sorry, dan gaat het niet. Nee, als ze gewoon niet concreter kunnen antwoorden wat er dan precies duurzaam aan is. Oh ja, en ze vragen ook nog van, hoe zijn ze, wat, hebben ze doelen over bepaalde dingen? Wat doen ze gewoon als merk? Ja, zo duurzaam mogelijk werken is onderdeel van het merk, maar er zijn geen concrete doelen gesteld. Ja, daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Nee. Dus dan is het gewoon klaar. Helaas, pindakaas. Even goede vrienden, maar nee. Ja. Nou, tot zover duurzaam influencer in 2021. Terug naar jou, Jack! Wie is Jack? Jack. Ah, oh, maar die is verdronken. Rose? Wat? Jack is toch verdronken? Die was de eerste naam die ik toch kon bedenken. Wie is Jack en Jack Rose? Jack mocht niet op het vlot. Wat? Terwijl er genoeg ruimte was bij Rose. Oh, Titanic. Jezus. Ja, inderdaad. Dus over betaalde samenwerkingen, want dat is best wel een lastige kwestie, aangezien het in principe mijn main form of income is. Dus ik smeer even het restje yoghurt aan mijn arm af. Maar als je me ook volgt op Instagram, dan heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat ik veel minder betaalde samenwerkingen doe dan eerst. En dat komt omdat ik ook gewoon steeds kritischer word. Maar het is wel mijn main form of income. Gewoon waar ik in principe mijn geld mee verdien. Dus daar zit best wel een spanningsveld. En... Nou zeg, hoorde die mouw van boter? Of nou ja, mouw. Voor zo'n grote kat heeft hij echt zo'n lullig mouwtje. Anyways, het punt is een beetje dat ik best wel wat geld vraag voor mijn betaalde samenwerkingen. Omdat... ik ten eerste een hele specifieke doelgroep heb, dus dat is iets waard. En daarnaast telt mijn mening, zegt dat iets, dus dat is ook iets waard. En ik doe gewoon niet zoveel samenwerkingen, dus dat maakt ook dat de prijs ook hoger wordt. Weet je wel, vraag- en aanbodverhaal. Dan heb je dus het punt dat over het algemeen de grotere merken, grotere bedrijven, meer geld hebben. Maar dat per definitie vaak wel minder duurzame bedrijven zijn.
Dus dat is lastig, want dat is, ja, ik heb er geen oplossing voor. Maar ja, het is gewoon altijd een beetje passen en meten dus, wat betreft samenwerkingen. En ik heb voor mezelf gelukkig redelijk een buffer kunnen opbouwen, redelijk wat spaargeld, waardoor ik dus niet concessies hoef te doen en dus redelijk integer kan blijven wat betreft de merken en bedrijven met wie ik samenwerk. Ja, wellicht in de toekomst verandert dat weet ik niet. Dat, ja. Misschien moet ik dan ook weer gewoon nieuwe vormen van inkomen gaan bedenken. Dat is sowieso wel een slim idee altijd, om verschillende manieren te hebben waarop je geld verdient als je een freelancer bent. Je wil ook niet afhankelijk zijn van één klant natuurlijk. En in mijn geval wil ik dus niet afhankelijk zijn van één soort inkomen, dus betaalde samenwerkingen op mijn kanaal. Ondertussen heb ik een ontbijtje gemaakt. Het is yoghurt met appel, nootjes, beetje muesli, pindakaas, kaneel, lijnzaad. Easy! Moeten we naar de dierenarts met Ramon en boter, maar ik zit echt te kijken. Volgens mij moet ik gewoon volgende keer een groter mandje voor boter, want hij past er gewoon een soort van net in. Of hij vult hem denk ik zo tot de rand mooi af. Nou, Ramon die is er helemaal klaar voor. Hey! Nou, zowel boter als Ramon zijn een klein beetje aan de gezellige kant. Vol slank zijn ze. Hashtag body positivity. Dus we moeten ze toch een beetje iets minder eten gaan geven. Het is zo moeilijk alleen met 5 katten, want ze willen allemaal weer andere brokken en ze jatten dan weer van elkaar. En het is lastig. Gaat dit, Max? Ja, ik heb nog 10 seconden mijn ogen niet open. Oh ja, duurzame tip van de dag is dat ik heb deze blouse natuurlijk een paar uurtjes aangehad vandaag. En hij ruikt in principe nog helemaal goed. Maar om hem toch even iets frisser te maken, heb ik een oude spray, een beauty product spray, heb ik gevuld met een beetje wasmiddel en water. En dat spreek ik dan zo een beetje zo. En dan is mijn blouse gewoon weer helemaal fris. En dan hoef ik hem dus niet te wassen. En sowieso dus ook minder te wassen. Toppetje! Tip van de dag. Oh Marije, wat leren we toch veel van jou. Alsjeblieft. Geen probleem. Ik ga nog even Prince Charming kijken in bed. Zo leuk. Slapen. Tot morgen.